Maar in welk beroep dan ook, als jij niet open bent of durft te zijn, dan is er misschien iemand die iets van jou weet, die jou daarmee onder druk kan zetten. Dus en eigenlijk dat... kwetsbaarheid maakt je onkwetsbaar. Zeker. Op een bepaalde manier. Dat is het precies. Ja. Ga zo kijken naar een fragment met Rob Bertollet. Ja. Buiten de camera om net hoor ik jou zeggen dat het niet het gesprek was waar je het meest naar uitkeek, maar wel het gesprek waar je het meeste uitgehaald hebt. Ja. Eén van de meeste. Ja, ja dat was voor mij, laten we zeggen, een grote onbekende. Het was destijds de baas van de AIVD, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Laten we zeggen, als hij zijn werk niet goed doet, dan wordt het toch een beetje onveilig in Nederland. Dus je merkt er niet zoveel van, je ziet er niet zoveel van. Het is letterlijk zoveel achter de schermen dat ik daar ook niet zo'n beeld van had. Zo gaat dat. Dat maakt denk ik dat ik verschrikkelijk verrast was door wat hij vertelde. En hij bracht een bijzonder fenomeen in, waarvan ik dacht, ja, hier kunnen we allemaal wat van leren. Dus misschien moeten we eerst maar even gaan. Ja. Ik vind dat best wel een heftige procedure. Dat is ook bij mij gebeurd. Voordat ik bij de AIVD in dienst kwam, dan moet je, je vult een aantal formulieren in. En dat is werkelijk waar, dat is zo'n pak aan formulieren. En ze willen alles van je weten. En je moet echt helemaal terug, bijna naar je jeugd, nog voorbij die foto die we daarnet lieten zien. En daarna komt er iemand bij je langs en aan mijn keukentafel thuis, daar heb ik een gesprek moeten voeren van 3,5-4 uur. En dat zijn echt, daar barst het van de impertinente vragen daarin. Kunt u even één impertinente vraag stellen, zodat hij weet wat er te wachten staat? Nou ja, een van de vragen die aan je gesteld wordt, die heeft te maken met je liefdesleven. Die heeft te maken met je seksuele voorkeuren, met je seksuele gedragingen. Die heeft te maken met... Seksuele voorkeur doet er toe bij jullie? Sorry? Seksuele voorkeur doet er toe bij jullie? Nee, het doet er niet toe. Dat is ook zichtbaar bij ons in de dienst. Maar waar het om gaat, is dat je seksuele voorkeur, dat die nooit een reden mag zijn om chantabel te worden. Dus iemand die een bepaalde seksuele voorkeur zou hebben, welke dan ook, en daar geheimzinnig over zou doen, daar vragen wij ons af, maar waarom ben je niet eerlijk? Ja. Want als je het al niet naar ons bent, wat betekent dat en wat verberg je? Dus het gaat eigenlijk over laten zien wie je bent. Gewoon niks verstoppen. Ja, als je in Nederland de boel op zijn kop wilt zetten, ja, dan zou ik denken, dan kun je ook bij de AIVD gaan werken. Hè? Dan kom je nog eens wat te weten en dan kun je nog wat ontregelen. Dus de vraag van hoe selecteren jullie mensen? Ja, daar hadden wij ook werkelijk geen antwoord op. Hoe moet je dat doen? En eigenlijk verwijst hij naar een heel eenvoudig principe. Dat is gewoon openheid. Maar in welk beroep dan ook. Als jij niet open bent of durft te zijn, dan is er misschien iemand die iets van jou weet, die jou daarmee onder druk kan zetten. Dus en eigenlijk dat... kwetsbaarheid maakt je onkwetsbaar. Zeker. Op een bepaalde manier. Dat is het precies. Ja. En dat wil niet zeggen dat je geen geheim mag hebben volgens mij, of dat je niet iets voor jezelf mag houden. Maar we leven in een democratische rechtsstaat. Daar is hij ook verantwoordelijk. In die democratische rechtsstaat moet iedereen een soort van ontwikkeling doormaken, waarbij je open mag zijn, maar dus ook open moet zijn over wat jou bezighoudt als het gaat om, wil jij meedoen, wil je participeren, wil je invloed hebben? Ja, en het tegenovergestelde daarvan is geslotenheid die chanteerbaar is. Ik denk aan twee dingen. Aan schaamte enerzijds, die weer boven zou kunnen komen. Gewoon durf ik te laten zien. En het andere is oordeel. Gewoon. Want men vindt er over het algemeen ook wel iets van als je helemaal open bent. Gewoon. Hoe kijk je daarnaar dan? Nou, zowel schaamte als last hebben van het oordeel van anderen. Zijn eigenlijk beide toch nog, laten we zeggen, fenomenen die jou niet helemaal als een volwassen, autonoom persoon in de wereld hebben gebracht. Maar dan ben je natuurlijk nog ergens op een niveau aan het acteren dat je niet de verantwoordelijkheid kunt dragen voor dit soort functies. Ja. Dat geeft niet, maar dat is een andere ontwikkeling. Misschien is het concept wat zwaar. Het woord is wat bedreigend, maar het fenomeen is natuurlijk verschrikkelijk interessant als je het onderzoekt voor de mensen waar je mee werkt. Ja, nou, is het de moeite waard om het gesprek nog eens terug te kijken. Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut.